In de nieuwe Eindhovense buurt Herzenbroeken is een interessant dienstencentrum verrezen dat met zijn vele paraplu-vormige daken extra opvallende contouren geeft aan deze ook in andere opzichten ultramoderne woonwijk. Het centrum dat de naam Het Karregat kreeg en dat een oppervlakte van bijna 7000 vierkante meter beslaat, werd officieel in gebruik gesteld door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de heer Van Doorn, die daarna een rondgang maakte. Voor de 6500 inwoners die de nieuwe wijk gaat tellen, is er in het centrum een openbare bibliotheek. Er zijn voorts kleuter- en basisscholen in gevestigd. En wel op een zodanige wijze dat er een open contact bestaat met de andere ruimten. Men hoopt daardoor al vroeg een integratie tussen onderwijs en maatschappij te realiseren. Behalve een supermarkt zijn er verder enkele kleinere winkels en een snackbar. Op medisch-sociaal gebied zijn er ruimten voor de kruisverenigingen en voor een huisartsengroepspraktijk. Dagelijks is er een spreekuur voor maatschappelijk werk, waar iedereen uit de buurt met zijn eventuele moeilijkheden terecht kan. Naast een consultatiebureau voor kinderhygiëne en moederschapszorg is er een crèche met een speelkamer voor kleuters onder de schoolgaande leeftijd. Er is in Het Karregat ook een gelegenheid gecreëerd voor de beoefening van zaalsporten. En er is een algemene ontmoetingsruimte die op de openingsdag al druk gebruikt werd. Al was het dan voornamelijk door de kinderen die er aan een verfwedstrijd konden deelnemen en van wie sommigen hun thema in de actualiteit zochten. In deze Eindhovense wijk zijn onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven en vrije tijdsbesteding op gelukkige wijze onder één dak bijeengebracht. Of juister gezegd, onder vele met elkaar verbonden daken.